Onze eerste gast vanavond is Anke van der Woud. Hij is emeritus hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis. En eigenlijk is het beeld van Nederland zoals ik het tegenkwam in de bronnen, van een land waar bijna niks gebeurt, wat eigenlijk bijna roerloos stil was. 3 miljoen inwoners, jonge mensen die wonen in een land dat voor bijna de helft onbewoond. 3 miljoen van 1850, dat groeide aan tot 5 miljoen in 1900, 5 miljoen Nederlanders, en daarvan woonden 2 miljoen mensen in krotten en sloppen. Dat was wel een cijfer waar ik van schrok toen ik het had uitgerekend. 2 miljoen woonden situaties zoals deze. De Jordaan rond 1900, maar er zijn heel veel foto's uit die tijd bewaard. Eigenlijk die tijd zitten zulke curieuze voorbeelden van eigenlijk dat verlangen dat opeens groot wordt in al die samenlevingen, die westerse samenleving, bewegen. Zodanig dat je eigenlijk met die bol ook overal komen kan, of het nou moeras is of water of zo, dat die bol die brengt eigenlijk. En als hij bij het water kwam, dan vouwde hij hem uit en dan werd het een bootje. En zo zie je het maar, 1896. En daar wordt dan gesproken van levende fotografie. Dat is omdat eigenlijk die films vertoond werden in Carré. En dan zat het publiek naar de kijker en het publiek, dat viel bijna letterlijk van zijn stoel toen ze die locomotief de zaal in zagen brengen. En dan ging het licht aan en dan barstte iedereen los in applaus en hoerageroep. En dat vind ik voor zo grappig om te lezen, omdat je dan ziet wat voor impact eigenlijk dat nieuwe medium van die film heeft op de gemoedsbeweging van het publiek. Die krantenredacties, die zitten ook allemaal, dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in Londen en in Parijs, die zitten allemaal in de buurt waar eigenlijk het zenuwcentrum van die nieuwe communicatiemiddelen is, en dat is het hoofdpostkantoor. Dus die krantenredacties, dit is de nieuwe site voor bijvoorbeeld in Amsterdam, het is een plaatje uit 1950 ongeveer, en je ziet het eigenlijk, al die krantenredacties zitten allemaal hier, en hier is het hoofdpostkantoor. Dus daar worden de telefoons besteld en opgehaald, en daar heb je het knooppunt van het internationale netwerk. Je ziet dat eigenlijk, dat de wetenschap, de natuurkundige wetenschap, op dit moment zo ver is, dat er eigenlijk het besef ontstaat dat die materiële werkelijkheid, dat die eigenlijk niet meer te bevatten. Op een verkeerd spoor hebben gezeten, doordat iedereen steeds zijn vermoedelijke kennissamenleving wordt. En dan komen we erachter dat er te weinig geïnvesteerd is in mensen die ook iets kunnen maken. Dus we hebben wel ontzettend veel mensen opgeleid die allemaal verschrikkelijk goede opleidingen hebben, maar we hebben eigenlijk ook mensen nodig die iets kunnen doen. En niet alleen maar leiding geven of vertellen hoe je rapporten moet maken, maar er moet ook iets gemaakt worden. En van die paar miljard mensen die natuurlijk zitten in internet. Ik zou het voor hun prijs niet kwijt willen. Maar ik denk ik maak me ook zorgen. Waar maak je zich zorgen over? Nou, ik maak me zorgen over kwetsbaarheid. Ik maak me zorgen over kwetsbaarheid. Dus toen ik met die 19e eeuw bezig was, toen vond ik in die bronnen die ik gebruikte, situaties dat bijvoorbeeld bij het ontstaan, bij de eerste schip, de eerste boot die met steenkool aan de gang ging, het was geen stoomboot, maar het was een boot die machine die dus met stookolie werd gevoed. Daar stond die bemanning naar te kijken toen hij het aan. En daar stond bij in die tekst: het was alsof die machine zichzelf voedde. Want wat is nou, was een dingetje gemaakt vanuit die olietank en zo naar die machine. En die machine die hield het hele proces zelf aan de gang. Dan hoefde de mens niet meer aan te pas te komen. En vanuit de beleving van die 19e eeuw, die dat opschreef, was het alsof die machine leefde. En dat ben ik eigenlijk op heel veel plaatsen tegengekomen. En dat vond ik eigenlijk heel interessant en ook wel eigenlijk een beetje schokkend. Omdat ik zag dat daar eigenlijk inderdaad die techniek eigenlijk zijn eigen existentie gaat creëren. Dat is eigenlijk de robot van toen. He? Ik bedoel, zoals wij nu tegen robots aankijken, dat is eigenlijk van. Want die 19e eeuw's had je die stokers, die waren altijd met die stekel in de wind. En toen opeens konden ze thuis blijven. Want die machine voedde zichzelf.
dat is natuurlijk aan de ene kant subjectief, is dat een geweldige vooruitgang, waar heb ik heel erg blij mee moeten zijn. Aan de andere kant is het ook alweer een punt dat je zegt, ja, daar hoeven wij niet meer aan te pas te komen. Dat is ook weer een vorm van afscheid nemen. En dus het is eigenlijk heel dubbel. Ja, dus aan de ene kant is die ontwikkeling denk ik heel goed, en dus willen we het ook allemaal. En dat, maar ja, ik maak me toch ook inderdaad wel zorgen vanwege het feit dat die kwetsbaarheid groot is. Ik bedoel, wie controleert het dan? Om alle fronten, denk ik, alle professionele fronten, iedereen in iedere werksituatie komt dat tegen. Dat de dingen complexer worden en nog complexer worden dan ze waren. Dat is een soort groei. Ja, complexiteit in het handel. Ja, voordat ze in een andere, een soort cultuurhistorische omslagperiode of transformatieperiode, of hoe je het noemen wilt, leven, dan heeft het hiermee te maken. Dat eigenlijk de hele samenleving en alle aspecten daarvan, dat die de neigingen wordt complexer geworden. Dat wordt niet eenvoudiger. En dat, we zien het ook op het punt van het bestuur, we hadden het even over Europa en zo. Je merkt gewoon, je voelt dat het regeren van het land, bij wijze van spreken, ook eigenlijk bijna te complex is voor een regering. Ja, zeker. Die eigenlijk een samenstelling heeft zoals die 150 jaar geleden bedacht werd. Ik bedoel, dat je merkt dat het instrumentarium van het regeren, dat dat eigenlijk niet meer compatibel is met de opgave die er ligt. En dat is denk ik wat je in een heleboel professionele situaties tegenkomt. Ik probeer als het ware schetsen wat bij mij gevoel een probleem is. Ja, dus dat heb ik dan proberen samen te brengen. En ik doe dat met achtergrond die ik ken vanuit de 19e eeuw om te laten zien, om duidelijk om te illustreren wat eigenlijk de aard van het probleem is. En dat we eigenlijk al een heel eind zijn, dat zou u bekend voorkomen als we de goede diagnose eerst eens overheid krijgen. Als we eerst eens een keer een goed beeld hebben van wat is nou precies wat het probleem is. En als we het daarover eens worden, dan hebben we eigenlijk al heel veel bereikt. In mate van consensus over, dan kunnen we eens gaan nadenken over wat er dan moet gebeuren. Denk ik. Basis. Nou ja, je kan op heel veel manieren kan je met de geschiedenis bezig zijn. Ik heb eigenlijk altijd voor mezelf als vraag gesteld, dus het historisch onderzoek op een manier relevant te maken voor onze eigen tijd. Ik bedoel, je kan, want anders vind ik het lobbyisme. En daar is niks op tegen, want ik bedoel, je kan dat ook doen, maar ik bedoel, kijk, ik heb dat voor mezelf als opdracht gesteld om eigenlijk alleen met die thema's bezig te gaan, waarvan ik vind dat ze kunnen bijdragen aan een bepaalde meningsvorming van vandaag de dag. En er ontstaat het idee om onder het kanaal van Calais naar Dover een tunnel te maken om het continent met Engeland te verbinden. En die tunnel die komt er ook voor een gedeelte. 1882, dan zijn ze daar druk mee bezig en halverwege wordt het werk stil. De kanaaltunnel die gaat dan, dat project wordt geëindigd omdat de publieke opinie in Engeland het niet meer wil. Dat vindt eigenlijk het idee dat Engeland aan het vasteland zou komen onverdraaglijk. En de politieke steun valt dan weg. Het gaat over techneuten, ingenieurs, je hebt het land.